We staan hier omdat er een voorbeeld is van een natuurlijke duin die onze kust momenteel eigenlijk beschermt, zou ik maar zeggen, tegen toekomstige overstromingen. En zo'n duin dat is eigenlijk opgebouwd door zand en één soort, namelijk het helmgras. Helmgras is een soort die van nature uit zand input, dus eigenlijk verstuiving nodig heeft om te kunnen groeien. Duinen kunnen groeien richting zee, maar ook richting binnenland. Ze kunnen de impact van de zee en de stormvloeden verminderen. Ja, eigenlijk het opnieuw toelaten van natuurlijke duinvorming, of het zelfs stimuleren, het bouwen met natuur, en die duinen zelf voor de dijken momenteel te gaan plaatsen, vormt eigenlijk een ideale oplossing om de impact van de zee, wat is stormvloeden, om die te gaan minimaliseren. Om dit te realiseren hebben we een nieuwe kijk op toeristische beleving en dus aangepaste economische modellen nodig. Ik denk dat er enerzijds een idee fix is en dat mensen het niet appreciëren dat het strand er vuil bij ligt. Dat er wat groen op het strand ligt, want je weet, dat groen komt er niet zomaar. Het groeit op wierpakketten, je moet die wierpakketten ook laten liggen tijdens de winter. Dus enerzijds dit, dan puur vanuit het perspectief van de zonnekloppers. Dat men denkt dat die dat minder aangenaam zullen vinden. Het gaat ook relatief snel. In 10 jaar tijd kan een duin tot 2,5 meter hoog groeien. Ja, ze zijn de oplossing tegen 1000 jaar bestaan.